Leontine heeft boodschap voor ex-schoonmoeder Mari Borsato. Leontine Borsato heeft een mooie boodschap voor haar voormalig schoonmoeder Mari Borsato. Mari viert namelijk haar 75ste verjaardag en dat wil Leontine niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gefeliciteerd, Mari Borsato uitroepteken. Mari Borsato is vandaag jarig. De moeder van Marco mag 75 kaarsjes uitblazen. Ex-schoondochter Leontine besloot dat heugelijke feit te vieren met een lief bericht op Instagram. Lieve Mimi, gefeliciteerd met je verjaardag. Een dikke verjaardagskus van ons allemaal loven jou. Leontine en Marco Borsato uit elkaar. Leontine en Marco Borsato maakten in februari bekend uit elkaar te gaan. Eind vorig jaar kwam er veel druk op hun 22-jarig huwelijk te staan, toen bleek dat de zanger een aantal affaires had gehad. Inmiddels lijkt Leontine langzaamaan wat afstand te nemen van haar oude leven, bijvoorbeeld door weer haar meisjesnaam te gebruiken. Desalniettemin blijven de twee ex-geliefden elkaar een warm hart toedragen. Zo was er laatst bijvoorbeeld nog dat mooie vaderdagbericht aan het adres van Marco. Ook nu laat Leontine zich weer van haar beste kant zien. Veel fans vinden het dan ook een prachtig gebaar naar haar ex-schoonmoeder. En dat kan Mari waarschijnlijk wel gebruiken. Ze werd namelijk laatst slachtoffer van een inbraak, waarbij ook spullen van Marco gestolen werden.